als ik dan medaillegericht moet praten, is ploegkoers voor mij echt superbelangrijk. Dat is mijn leven. Dat is hetgeen dat ik altijd al het liefste gedaan heb. De basis van mijn succes is altijd geweest dat ik dit piste wil rennen. Dat is voor mij een spelletje dat ik gewoon elke dag wil spelen. En als je vanuit, echt vanuit je hart en vanuit je passie rijdt, dan bereik je sowieso al een staat waarin je beter kunt presteren. Eerlijk gezegd heb ik bijna altijd al kunnen rijden, denk ik, met de persoon dat ik eigenlijk echt wel... Ja, eigenlijk altijd al kunnen rijden met de persoon waarmee ik wou rijden. Omdat ik heb sowieso iets... Het is sport. En in sport moet de beste rijden. En op de piste is het niet altijd moeilijk om na stages, trainingen, voorbereidingswedstrijden, om te kunnen bepalen van, kijk, die en die zijn de beste aangewezen. En bijna alle renners voelen het ook al van hun eigen, van die staat toch net iets boven mij. En als je neerlegt bij het feit dat de beste altijd rijdt, dan kan er weinig discussie zijn of moet je weinig gaan denken van, ja, maar misschien ja, met een dier lig ik liever op de camera, dit of dat. Ja, op dat moment telt dat dus niet. Ja. Dus sportieve ambities gaan altijd voor op andere dingen, vind ik. Ja. Het zou wel eens mijn laatste spelen kunnen worden. Dus ik heb echt wel het gevoel dat het nu money time is. Ja? Dat het nu moet gaan gebeuren. En ik wil gewoon echt mijn kans krijgen om voor die medaille te gaan. Ja. Er zijn momenten geweest dat ik al aan het einde van mijn carrière aan het denken was. Uiteindelijk zou Tokio een mooi ultiem doel kunnen zijn. Maar na gesprekken met mijn entourage, onder andere ook, met mijn manager, heb ik ook geleerd van... Het is gevaarlijk om daar nu al openlijk over te praten, want je weet nooit wat er gaat gebeuren. Je weet niet welke kansen zich aandoen en welk gevoel ik op dat moment ga hebben. Dus Tokio zou het einde kunnen zijn. Maar het zou ook nog een aanleiding kunnen zijn tot nog iets extra, tot nog iets meer. En ik kijk op dit moment niet verder dan Tokio. Persoonlijke ambities gericht is gewoon enkel Tokio nu en daarna zie ik wel.